In de auto van laten we jullie kennis maken met een van onze collega's. We gaan kijken waarom hij zo goed is in zijn werk en waar zijn oud hart sneller van gaat kloppen. Wauw, Tim, een BMW M3. Dat is niet zomaar een auto. Hoe ben je daarbij gekomen? Nou, ik ben best wel lang op zoek geweest naar wat ik nou precies wilde in een auto. Ondertussen ook al wel redelijk wat auto's gehad. En ik kwam er al vrij snel achter dat het bijna nooit lukt om de snelste auto te hebben. Dus toen maar op zoek gegaan naar de auto met de beste rijbeleving. En toen kwam ik uit bij de E46 M3. En waarom is het een E46 geworden? Omdat het gewoon een beetje een alleskunner is. Hij is best wel praktisch. Mijn vorige auto was een BMW E46 330D. Dus een diesel met een hybride turbo setup. Die draaide iets meer dan 350 pk aan 750 Nm. Dus er was echt een heleboel aan gedaan. En dat was een hele fijne auto. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met dit platform. En daar was ik heel erg tevreden mee. Ook omdat het zo'n ontzettende alleskunner is. Je kan er gewoon makkelijk met 4 man in, plus bagage, op vakantie. Ik ben daarmee naar Oekraïne geweest, naar Tsjernobyl uiteindelijk. Met 4 man inclusief bagage. En dat ging gewoon goed. Zelfs ik met mijn lengte kan gewoon best wel comfortabel achterin zitten. En tegelijkertijd is het ook gewoon een goede sportscoupé. Ja. Hij is wel zwaar en hij is niet heel klein. Maar ja, daardoor kan je er wel alles mee. Waaronder ook gewoon best wel serieus sportief rijden. En het ging mij dus vooral om de rijbeleving. En dat is standaard bij een E46 M3 al best wel goed. Ja. En alles wat ik eraan doe, probeer ik die rijbeleving nog even naar het volgende level te krijgen. Hey, en je zegt sportief rijden, doe je dat dan alleen op de openbare weg of doe je dat ook elders? Ja, een beetje van alles. Gewoon de zondagsritjes, sportief over dijkjes knallen. Ik doe wel eens mee met toerritten met andere mooie auto's. Maar ik ga er ook wel eens mee naar het circuit. Ik heb er al mee op de Nürburgring en op Zandvoort gereden. En de planning is zeker om dat nog wel uit te breiden naar andere circuits ook. Mm-hmm. Ja. En vind je dat dan niet spannend dat je met jouw auto, wat ook geen goedkope is, dan op het circuit te gaan rijden? Ja, zeker omdat je op het circuit niet verzekerd bent. En je best wel afhankelijk bent van hoe de mensen om je heen zich gedragen. Ja. Ik heb vroeger met mijn andere auto's ook wel circuit gereden en daar ging ik er echt voor. Gewoon echt strijden met andere mensen die daarvoor te porren waren. En echt bumper op bumper kijken wie het snelst de bocht uitkwam. En nu als ik merk dat ik bijna even snel ben als een auto of dat die competitie er is, dan probeer ik wel een gat te laten vallen en me terug te trekken uit die competitie. Ja, zodat je niet al de steenslag hebt als er per ongeluk iemand net even van de baan afgaat. Of dat je zelf van de baan afvliegt. Ja. Maar dat is lastig. Als je eenmaal bezig bent, dan wil je gewoon. Ja. Maar daar heb je ook wel zo'n auto voor. Ja. Precies, ja. Maar dan moet ik toch in mijn achterhoofd houden. Ja, dat ik heel lang heb moeten sparen om dit te kunnen betalen. Dus dan probeer ik me toch terug te trekken uit die strijd. Ja, verstandig. Hey, maar als jij zo goed sportief kunt rijden, dan ben ik daar wel heel erg benieuwd naar. Laten we het proberen. Tim, hoe zou jij jouw functie bij Carrick omschrijven? Ondertussen vooral vliegende kiep. In principe ben ik de werkplaatschef, maar ik heb ook redelijk wat ervaring opgebouwd op kantoor, maar ook gewoon met het sleutelen en diagnose stellen. Dus ik word gewoon ingezet waar het nodig is. Maar mijn hoofdfunctie is de kwaliteit in de werkplaatsen waarborgen en iedereen helpen en faciliteren om hun werk goed te kunnen doen. Oké. Ja. En daarnaast ook een stuk eindcontrole. Dat komt bij mij terecht. Oké. En wat voor opleiding heb je hiervoor gedaan? Ik ben begonnen met assistent autotechnicus, tweede automonteur, eerste automonteur, toen technisch specialist. En op dit moment volg ik samen met een paar andere collega's een opleidingstraject bij GMTO, die echt specifiek gericht is op de techniek die we nu in de werkplaats tegenkomen. En wat voor iets is dat dan? Dat gaat van complexe metingen aan elektronische systemen, dus CAN-bus en communicatienetwerken, tot benzinetechniek, EOBD protocollen en codes en de hele techniek daarachter. Maar ook nog een stukje dieseltechniek.
Het is heel breed eigenlijk. Het bestaat uit meerdere modules die we één voor één afronden. Oké. Is dat dan nog weer een verdieping op het technisch specialisme wat je al had? Of ja. Is het echt anders? Ja, het is veel professioneler. Het gaat echt veel dieper op in. En het is niet van de overheid, zeg maar. Gewoon zoals een normale school. Dus je hoeft niet Nederlands en Engels ernaast te doen, bij wijze van spreken. Maar het is puur gefocust op... Ja. Wat je in de werkplaats aan het doen bent en wat je daar tegenkomt. Dat is heel praktijkgericht. Ja. Dat is heel praktijkgericht. Oh, ja. Ja. En daardoor ook super nuttig natuurlijk. Ja. Ja. En waar heb je leren sleutelen? Ik heb 6 jaar lang bij een Peugeot dealer gewerkt, vlakbij waar ik woon. Daar heb ik een hoop van geleerd, maar ik heb ook heel lang een eigen knutselschuurtje gehad waar ik aan mijn eigen auto's en de auto's van vrienden, samen met mijn vrienden, heel veel gesleuteld heb. En ik denk eigenlijk dat ik daar het meeste van geleerd heb. Heb je toch wat minder gereedschap dan dat je in een professioneel bedrijf hebt. Dus dan moet je leren creatief worden. Ja. Ook een hoop op de grond gesleuteld daar, koppelingen vervangen op alleen een krik en een paar bokjes. Wow. En echt begonnen met pure ellende. Ja. Maar ja, daar leer je naar mijn idee wel redelijk van sleutelen. Ja. Dus zo is het een beetje begonnen. En toen kwam ik uiteindelijk via social media bij Garrek terecht. Ik volgde het al een tijdje op Facebook. Ik had het idee dat ik uitgeleerd was bij de Peugeot dealer. En ik was toen al wat meer uitdaging. En ik had de indruk dat Garrek mij dat kon bieden. Dus ondanks dat er destijds niemand, geen vacature open stond eigenlijk, ben ik gewoon langs gegaan van joh, dit ben ik en dit kan ik. Mag ik een keertje langskomen om te sleutelen voor jullie? En dat mocht. En na die meeloopdag kreeg ik een proefperiode aangeboden en daarna een baan. Dus, zo en nooit meer weggegaan. En nooit meer weggegaan. En ondertussen, toen was ik nog leerlingmonteur en nu ben ik doorgegroeid op werkplaatsje. Ja, dat doe je goed. Ja. Ja, ook gewoon nog steeds ontzettend naar mijn zin. Leuk. Dus je blijft er ook nog wel voorlopig geven? Ja, dat verwacht ik wel. Ja. Die uitdaging zit er in ieder geval nog goed in. Ja. Maar goed, we zitten niet in de auto om lekker te praten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat deze auto kan. Nou, dan ga ik je dat gewoon even laten zien. Gaat wel lekker. Hoeveel vermogen en koppel heeft hij? Ja, hij heeft uit de fabriek 343 pk en 365 Nm. Er zit natuurlijk wel een andere in- en uitlaat op. Theorie zou dat wat toe kunnen voegen. Ik denk dat dat in de praktijk best meevalt. Dus ergens in die regio zal het nog steeds zitten. Ja. Oké. Nou, niet verkeerd. Nou, als jij de motorkap vast open wil doen? Dat kan ik zeker. Dan ben ik heel benieuwd naar wat hieronder ligt. De parel. Kijk, helemaal gepoetst. Wauw. Uiteraard. Dat ziet er echt allemaal nog als nieuw uit gewoon. Ja, daar doe ik ook wel mijn best voor om dat zo netjes mogelijk te houden. Vertel, ik zie hier van alles wat ook niet origineel is. Ja, dat klopt. En dan valt het onder de motorkap zelfs nog mee. Wat ik onder de kap gedaan heb, is een hele hoop onderhoud. In ieder geval het stellen van de kleppen, dat moet regelmatig gebeuren bij deze motoren. Vanos staat op de lijst voor deze winter. Maar die werkt nu nog goed, dus daar heb ik nu nog niks mee gedaan. Deze stang zit er bij de facelift modellen wel op.
Maar zat er bij mij niet op, dus die heb ik er later op gemonteerd. En ja, het meest aanwezige onderdeel is de K&N inductiekit. Ja. Los van dat het er gaaf uitziet, maakt die ontzettend veel, versterkt die het inlaatgeluid heel erg. En daar was ik naar op zoek, want de uitlaat klinkt fantastisch, maar je hoorde eigenlijk de inlaat niet echt. En dat is jammer, want hij heeft 6 aparte gaskleppen of throttlebodies. Maar die kwamen niet echt tot hun recht met een standaard luchtfilter. En nu hoor je hem echt lekker gorgelen. Dus ja, dat vind ik wel leuk. Qua vermogen claimt K&N dat er, wat is het, volgens mij 12 pk bij komt. Okay. Ik denk niet dat dat het geval is. Het is voor mij gaat het echt puur om de beleving. Al kost het me een paar pk, dat zijn belevings-pk's. En die zijn mij ook een hoop waard. Oké. En deze zat er origineel niet op bij jou. Waarom heb je hem er wel op gezet? Klopt. Bij de facelift modellen zit hij er wel op. En het hele doel van de aanpassingen die ik gedaan heb, is de auto betrouwbaarder maken. En een zwak punt bij de E46 carrosserie is het scheuren van bepaalde delen. Achter de subframe scheurt heel vaak uit, maar ook deze veertorens, als er een verlagingsset gemonteerd wordt, willen nog wel eens uitscheuren. Dus zowel aan de onderkant als aan de bovenkant heb ik versteviging aangebracht. Om te zorgen dat dat geen problemen kan geven in de toekomst. Ja, dat snap ik wel, ja. Kofferbak nog, net als aan de voorkant, extra versteviging ter voorkoming van scheuren en schade aan de carrosserie. Dat is deze, dit frame. Okay. Klopt inderdaad. Ja, is een beetje een compromis geweest. Er zijn er meerdere wegen die je kan kiezen om de kofferbak vanuit de binnenkant te verstevigen. En ik wou iets niet te ingrijpends. De andere oplossingen moet je echt veel wegslijpen en lassen aan de binnenkant van de auto. En dit vond ik een mooie tussenoplossing. Ja. Daarnaast vind ik het er best wel gaaf uitzien. En ik kan er heel mooi mijn wasemmertje aan vastmaken, normaal gesproken. En hij kan er ook gewoon uit. Het zijn 6 boutjes en dan is die los. Dus als je op vakantie wil en je wil wat extra ruimte, dan pak je hem er gewoon even uit. Hey Tim, het glimt allemaal hier. Betekent dat dat het gewoon heel erg gepoetst is of dat je er nieuwe aangepaste onderdelen onder hebt gezet? Ja, een beetje van beide. Er zit heel veel nieuw spul op en er is een deel gewoon lekker schoongemaakt. Onder andere de schokdempers en veren zijn nieuw. Wat het meeste gemoed glimt zijn natuurlijk de remmen. Ik heb rondom andere remmen gemonteerd. Standaard heeft deze auto zwevende klauwen, dus met een zuiger aan één kant en de hele klauw beweegt dan. En dat geeft niet echt een lekker remgevoel. En vooral op het circuit was de remwerking gewoon niet genoeg, ook omdat het oude spul versleten was. Dus ik wou beter gevoel in de remmen, betere remwerking, maar het oog wil natuurlijk ook wat, dus het moest ook gewoon mooi zijn. Dus aan de voorkant zitten nu remklauwen van een Renault Megane RS Trophy en aan de achterkant van een Porsche Boxster S. Okay. Die rembalans is helemaal uitgerekend. Die wijkt 0,5% af van de originele rembalans. Nou, dat in combinatie met gevlochten RVS slangen en Ferrodo DS2500 remblokken rondom. En sowieso een grotere schijf. Dit is de schijf van de CSL, dus die is 2 centimeter groter. Ja, geeft echt een fantastisch remgevoel en ook gewoon veel betere warmteafvoer, waardoor op het circuit langer goed gaat. En de kleur, ja, ik ben... Ik heb bij de bouwmarkt ralkaartjes gehaald met allemaal kleurtjes achter de vel gepropt en ben van een afstandje gaan kijken totdat ik de kleur naar wens gevonden had. En toen heb ik ze zelf deze kleur gemaakt. Ah, wat goed. Ja, je hebt gewoon goede velgen dat je dat ook mooi doorheen kunt zien. Dat is goed. Precies, goed bedacht. Ja, het springt echt in het oog. En je hebt er ook spacers op zitten. Dat kan ook heel nadelig zijn voor het stuurgevoel, toch? Klopt, dat is nu echt esthetisch. Uiteindelijk wil ik andere wielen eronder. Dit zijn de wielen van de Competition of de Clubsport. En je hebt ook de CSL wielen, dus Clubsport Light. En die zijn een halve J breder en hebben een andere ET-waarde, waardoor er en een bredere band op kan. Want hij is nu ietsjes onderstuurd, omdat het verschil tussen de voor- en de achterbanden gewoon te groot is. Voor is 2,25, achter 2,75 breed. En dan kan die spacer er ook tussenuit, omdat dat gewoon... klopt zoals ik het wil hebben en dan loopt het ook gewoon weer mooi met de wielkast. Dus dat zijn toekomstplannen. Ja, ja. Oké. En nieuwe schokdempers. Ja, klopt. Dit zijn de KW Variant 3 dempers.
die ik naar eigen smaak heb ingesteld. Je kan zowel de hoogte als de rebound als de bump instellen bij deze dempers. En daar heb ik zelf een draai aan gegeven. Want origineel was niet naar je wens? Ik moet heel eerlijk zeggen, origineel vond ik ook al niet slecht, de demping. Ook omdat ik niet de vergelijking had die ik nu heb. Alleen, er zaten verlagingsveren onder en achter waren die een beetje doorgezakt. Dus hij hing eigenlijk een beetje op zijn reet. Dus in eerste instantie heb ik het vooral gedaan omdat ik hem gewoon weer op de juiste hoogte wilde hebben. Ja. En dan maar meteen goed. En uiteindelijk is dit een van de upgrades waar ik het allerblijst mee ben. Omdat het zo'n groot verschil is in hoe die omgaat op slecht wegdek. De manier waarop hij dat absorbeert is best wel bizar. Nou ja, goeie. Ja. Ja, dus ondanks dat hij sportief is, is hij dan toch nog comfortabel? Ja, precies. Ja, ja. Dat is ja, wel goeie, een hele mooie balans is het geworden. Oké, goeie. Aan de voorkant heb ik eigenlijk vooral alles schoongemaakt, los van de ophanging en de remmen wat vervangen is en de nodige delen voor het onderhoud. Het grootste wat ik hier gedaan heb is het vervangen van de drijfstanglagen, of het upgraden eigenlijk. Dat is een bekend zwak punt van deze motoren. Dus ik heb ervoor gekozen om gekoten lagers met versterkte bouten te monteren vrij snel nadat ik hem had. Omdat ik niet wist wat de staat was van die lagers. En als je daar te lang mee wacht, dan loopt gewoon de hele motor in elkaar. En dat wou ik niet afwachten. Nee, dat snap ik, ja. Ja, dat is een redelijke klus. Dat is een redelijke klus, maar er is wel rekening mee gehouden bij deze auto's dat daar een onderhoudsinterval aan zit. Dus Het is wel te doen in een dagje. Als je het netjes wil doen, dan kan dat gewoon. De motor moet even opgehangen worden, subframe los en dan kom je er gewoon goed bij. Ja, oké. En verder? Verder, als we naar achter gaan, eigenlijk vanaf achter de voorwielen tot aan de achterbumper is die tot op het laatste schroefje, klemmetje kaal geweest. Alles is eronder vandaan geweest. Echt? Alle lak er vanaf gehaald. Alle roestplekken behandeld. En vervolgens de lak weer helemaal opgebouwd. En alles wat teruggeschroefd is, schoongemaakt, vervangen, gespoten, gepoederkoot, bouten gegalvaniseerd. Gewoon dat hij weer helemaal als nieuw is. Zo, hé. Ja. Onwijs. Ik wilde gewoon één keer in mijn leven zo'n soort project doen. Gewoon kijken hoe mooi kan ik het maken als het budget niet zoveel uitmaakt. Ja. En dit is het resultaat. En was het nodig? Waren de dingen verroest of in een slechte staat? Een van de andere kwalen, zo'n ding heeft er nogal wat, is dat de achterste subframe bevestiging van deze auto's, die scheurt uit. Oké. En dat begon bij deze te komen. Vooral achter de linker schokdemper, daar begint die als eerst. En wat houdt dat dan in? Het bevestigingspunt scheurt uit? Ja, het subframe, daar zit zowel het differentieel, maar ook alle draagarmen zit daaraan vast. En dat hele subframe zit op vier punten vastgeschroefd aan de carrosserie, eigenlijk aan de kofferbakbodem. Ja. En dat hele paneel, dat krijgt, omdat de puntlassen doorscheuren en omdat het gewoon een slechte constructie is, krijgt te veel ruimte. En op een gegeven moment komen er ontzettende scheuren in dat metaal en barsten er steeds meer puntlassen. Tot op het moment dat gewoon het hele subframe ruimte krijgt. Dus ik wist daarvan toen ik hem kocht dat het een probleem was. Toen ik hem kocht, had hij er nog geen last van. Ik heb dat scherp in de gaten gehouden elke keer als ik het circuit opging en als ik erop was geweest op de brug, kijken hoe is de boel eraan toe. En toen net voor vorige winter zag ik achter de linker schokdemper, een van de eerste plekken waar de tekenen zichtbaar worden, zag ik dat er de dag voor dat ik naar het circuit ging en de dag daarna de scheur ongeveer 1,5 centimeter langer was geworden. En dat was het punt dat ik dacht, nu is het klaar, nou gaat hij de brug op. En om dan zo'n scheur te repareren, wat moet je dan allemaal doen? Ja, er zijn een paar verschillende aanpakken. De meeste mensen die monteren alleen platen rond die vier bevestigingspunten. Na heel veel research gedaan te hebben, kwam ik erachter dat dat eigenlijk maar een tijdelijke oplossing is. En dat als je het permanent geholpen wil hebben, dan moet je ook dat paneel wat losscheurt van de rest van de carrosserie goed vastlassen, alle puntlassen herstellen, de scheuren die al aanwezig zijn herstellen. Maar ook van binnenuit, dus in de kofferbak, moet ook het een en ander verlast worden. Dat het gewoon één sterk en robuust geheel wordt. Dus dat heb ik gedaan, maar daarvoor moet dus alles eronder vandaan, moet heel veel lak verwijderd worden. En toen rolde ik een beetje van het een in het ander, want toen was de bodem heel mooi, maar toen had ik een heel roestig subframe en wieldraagarm staan wat er weer onder moest. Toen dacht ik, dat wil ik eigenlijk ook niet. Nee. Dus dan ga je dat oppoetsen en dan kom je erachter, maar dan zet ik de boutjes terug, maar die zijn eigenlijk ook lelijk, dus dan ga je die laten galvaniseren. En zo rol je echt van het een en het ander.
Totdat ik op een gegeven moment de knoop doorgehaakt heb en gedacht heb, nou dan gaan we het gewoon echt goed doen. En dan moet het ook echt mooi worden en echt naar mijn zin worden. En tadaa. Dit is het geworden. Ja, dit is het geworden. Ja, na heel veel avonduurtjes. Het was natuurlijk ook coronatijd, dus er was niet zoveel te doen. Vooral niet in de avonden. Dus ik heb daar redelijk wat uurtjes op stuk kunnen slaan. Ook alle kogels, rubbers, alles wat al een kogel had aan fabriek, dat is bij de M-modellen redelijk wat, is weer een kogel geworden en de rest heb ik allemaal vervangen voor Powerflex rubbers. Zodat je, ja, ik heb aan de achterkant gewoon de komende paar jaar hoef ik eigenlijk nergens meer naar te kijken. Ja, ja. Ja, dat was ook een het beetje is zo goed als nieuw of nog beter met de aanpassingen die je hebt gedaan. Ja. De uitlaat ziet er wel origineel uit? Nee, dat is geen originele meer. Vanaf de katalysator tot aan de bumper is een supersprint race systeem. Dus een andere middendemper en andere einddempers. Los van dat het ontzettend vet klinkt, want standaard klinkt je eigenlijk een beetje lafjes. Scheelt het ook 14 kilo. Dit systeem is 14 kilo lichter dan het originele systeem. En dat zit allemaal achter de achterwielen, dat gewicht. Zo. Dus dat is nog wel aanzienlijk. Ja. Hey, maar Tim, je hebt er gewoon een museumstuk van gemaakt. Hier moet je eigenlijk gewoon helemaal niet meer mee willen rijden, toch? Nee, het doet ook elke keer dat hij in de regen terechtkomt, doet het een beetje pijn. Maar hij is gedurende de zomer best wel vies geworden. En ik heb hem nu weer helemaal schoongemaakt. En dan is het gewoon weer zoals dat het net na de reparatie was. Dus het is ook gewoon goed bij te houden. Daar ben ik wel heel blij mee. Oké, en als het wel regent of straks sneeuwt, peken op de weg ligt, wat doe je dan? Nee, dan schors ik hem, dan ga ik er niet meer mee rijden. Dan stap ik in mijn trouwe daily. Dat is op dit moment een Volvo S60 op gas. Lekker goedkoop. Mm-hmm. Dan kan ik van de winter weer al het geld hierin stoppen. En als de sneeuw ligt, hebben we met de vriendengroep een Audi Quattro die we ook gebruikt hebben voor de garbage run. Oké. En dan gaat die weer de weg op en dan kunnen we daar wat lol mee maken. Oh, wat leuk. Ja. Nou, dat klinkt ook als goede alternatief. Ja, dat is een heel goed alternatief. Ja, zeker. Leuk.